Deze beschouwing die gaat over de katholieke kerk, en ik weet nog niet precies welk aspect ik daarvan ga pakken, want ik heb er al een paar gehouden hè, over de katholieke kerk, en waar we het hier over hebben. Een van de betere vind ik die waarin ik inga op haar noodzakelijke aard. En waarom het noodzakelijk is dat er zo'n soort kerk is. Het is nu een vrijdagochtend in augustus. Ik ben bijna jarig. Het is 23 augustus. En ik moet straks naar mijn werk. Maar dat begint pas om half twaalf. En dan ga ik ook koken voor de club. Dat vind ik wel leuk. Ik drink een kopje thee, natuurlijk. En jullie, mo. Uh, ja, <laughs> jullie liggen in bed, mag ik hopen? Ja. Er zijn nogal wat mensen die luisteren dit voor het slapen gaan. Uh, en vallen daarbij in slaap. <laughs> Dat vind ik prima. Dus, uh, aan de ene kant maakt het mij niet uit. En aan de andere kant, ja, als je naar mijn stem luistert terwijl je langzamerhand in slaap valt, ja, dan gaat mijn informatie, mijn boodschap nog een hele tijd door hè, in jouw uh, brein. Je geeft mij dan toegang uh, tot uh, de krochten van je ziel. Hè? Dan word je s morgens wakker en dan denk je allemaal dingen denk je van, hè, maar die denk ik normaal gesproken nooit. Nee. Die heb je dan overgenomen doordat je slaap gevallen bent. Terwijl je naar mijn stem luisterde. Word je in, in ene word je heel zachtmoedig wakker. Heel vergevingsgezind. Dan denk je: Goh, zo ben ik anders nooit. Nee. Maar dan mag je dan hopen. Dat komt door mijn stem. Hé, hey, de katholieke kerk. Uh, dat is de universele kerk. Katholiek geschikt voor universeel. En dat op zich uh, klopt al niet. Je hebt zoiets als. Uh, uh, als je het hebt over auto's of zo. Uh, het, het kan heel goed zo zijn dat uiteindelijk er nog maar één automerk is. omdat alle andere automerken die hebben de darwinistische strijd tot de overleving uh, verloren. Het gaat natuurlijk niet gebeuren, maar uh, stel, huh? dan is een of ander merk is dan de universele auto, de algemene auto, de katholieke auto. Nou, en ik zeg je, uh, uh, dat is het Christendom. Dus alle andere geloven die er zijn, die zullen gaan uitsterven, vroeg of laat. En het enige dat overblijft is het christendom. En dat zal zo dadelijk dan gelijk zijn aan het universele geloof. Maar je noemt niet een geloof nu al het universele geloof. Uh. Het is een beetje raar als jij uh, mee gaat doen aan de Olympische Spelen onder de naam uh, uh, Jan-Pieter Winnaar of zo. Het is een beetje zelf ingenomen ofzo, hè? of zo. Uh, of dat je een kind ter wereld brengt en dat je dat kind uh, noem je dan uh, het allerbeste kind. Dat is niet oké okay als je het zo uh, aanpakt. Punt. Dat is raar als je het zo aanpakt. Laat ik het zo maar zeggen. En de katholieke kerk die doet dat. En snap jij het dan nog? Uh, je doet dat alleen maar als je in je achterhoofd een gedachte hebt van dat je iets wil realiseren. Alleen dan kies je zo'n beladen naam als de katholieke kerk. Dat mag toch duidelijk zijn, anders doe je dat niet. Ik ben christen en ik ben ervan overtuigd dat het christendom uiteindelijk het geloof uh, zal zijn. Dat houdt voor mij ook in dat ik het christendom in die zin uh, niet een handje hoef te helpen. Dat gaat toch wel gebeuren. Want dat is logisch, namelijk. Het is logisch dat het christendom het algemene geloof gaat worden. Of iets wat daarop lijkt. Zo goed kan ik nu ook weer niet in de toekomst kijken. Maar het dogma van het christendom. Dat is, uh... Ja, dat is het. Het christendom dicteert dat. Uh, je kan wel zoiets hebben als een, een bisschop. Er staat in, ergens in het Nieuwe Testament zijn regels voor. Dat in een gemeenschap waarin het geloof beleden wordt, dat je iemand aanwijst als zijnde de persoon die dat. Ja, die die boodschap doorgeeft. Die krijgt als het ware um, vrije tijd om de woorden te bestuderen en daar een mooi verhaal van te houden op een zondagochtend. Of op een sabbat moet je zeggen. Als iedereen vrij heeft. Dan. Ja, als ze iemand een verhaaltje aan. En dat is het. En voor die persoon geldt dan ook nog. Uh, dat hij van onbesproken gedrag moet zijn en, en. nou, nog wat meer dingetjes. Maar zo iemand is niet de baas. Want we, waar heb je een baas voor nodig in een kerk? De, je hebt de Bijbel. Dat is je uitgangspunt. Nou, en het is handig als iemand in de buurt is die daar dingen van uitlegt. En dat's it. En tegenwoordig met internet. Ja. Yeah. Je hebt genoeg mensen die dingen uitleggen en dat een ander bereid is om daar uh, een filmpje van te maken en een beetje die audio uh, te doen zo. Dus de hele gedachte dat je dat moet aansturen vanuit een centrale plek en eh, dat dan iemand de baas is van de lo lokale dingen en dat dan iemand de baas is van de baas van de lokale en uh, iemand de baas is van de bazen van de bazen van de lokale, ook maar een hiërarchie. Dat is alleen maar uh, baantjeskwekerij. Ja. En dat de katholieke kerk daaraan doet, dat staat vast. Dat heeft een man, en die staat denk ik hieronder, wel in een van die linkjes. En die heet Sean En Sean is net als Sean Connery, die, die man die James Bond heeft gespeeld. En Heros, dat spel je H van Hendrik en dan R van Richard. En dan O van Otto en dan SS van Simon. Dat is Oud-Engels voor horse. Dus een horse. Jan Paard heet hij eigenlijk. Die is geboren in Zuid-Afrika, als ik me niet vergis. En die heeft wat studie gedaan, met name in Zwitserland. En die kwam tot de ontdekking dat van die rijke aristocratische families. waar de eerstgeborene er met het erfgoed vandoor gaat. Alles, alles wat papa heeft, of papa en mama hebben. dat vloeit over naar de eerstgeborene. En de rest van de, van de koters, ja, die moet maar zien. Ja, die willen ook allemaal een leuk baantje ja die gaan allemaal naar de kerk of allemaal maar die grote getalen die vloeien dan naar de kerk en worden dan bisschop van Maastricht of zo een kardinaal van huppeltje pup dat zijn helemaal geen mensen van in principe onbesproken gedrag dat zijn rijke luiskinderen die een mooi baantje krijgen binnen de grote kerk. En de katholieke kerk heeft haar strategie van elke zondag mensen optrommelen en dan een of ander verhaal prediken en mensen uithoren met de biecht. Nou, dat alles dat is een beetje terzijde geschoven. Ze zijn van strategie veranderd. Het was altijd al een politieke organisatie en het, het gaat om die werelddominantie die ze willen, willen. En of mensen nou daarvoor in de kerk zitten elke zondag, ja of nee, dat maakt niet zoveel uit. Het, het doel is die werelddominantie. Daar gaat het zo om. En op het politieke toneel is de Katholieke Kerk um, hevig tegenwoordig. He, bij de Verenigde Naties is de Katholieke Kerk, het is een land namelijk, Vaticaanstad heet dat, maar het is een land. Een, de Vaticaanstad neemt ook deel aan de euro. Er zijn ook euro's en die komen uit Vaticaanstad, of land dus. Ze zitten wel bij de Verenigde Naties, maar ze zijn daar alleen maar als toezichthouder. Ze kijken hoe iedereen het doet. Je kan niet zeggen tegen Vaticaanstad eh, namens de Verenigde Naties of als zijnde de Verenigde Naties: je hebt geen zeggenschap over Vaticaanstad. Dat is pijnlijk duidelijk geworden. Toen nabestaanden van de genocide die heeft plaatsgevonden in Kroatië tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen die naar het internationale gerechtshof toestapte... en ja, die vroegen om gerechtigheid. En toen zei het internationale gerechtshof tegen die mensen van ja, maar de mensen die je, de organisatie die je aanklaagt, dat is het Vaticaan. En daar hebben wij geen zeggenschap over. Ja, dan hadden die mensen ook nog wel naar de Verenigde Naties kunnen slappen en kunnen zeggen: boe, het internationale gerechtshof uit Den Haag wil ons niet helpen. En willen jullie ons dan helpen? Ik weet niet eens of ze dat gedaan hebben. Ik weet, als ze het gedaan zouden hebben, dan hadden ze ook bij de Verenigde Naties nul op request gekregen. En dat betekent, uh, ze waren weggestuurd: van nee, wij hebben geen zeggenschap over Vaticaanstad. Zo zit het in elkaar. Hè? En als jij je afvraagt uh, van hoe het toch kan dat het, uh, noem maar iets, het Darwinisme, die leer van Charles Darwin, uh, hoe het toch kan dat, dat de schoolboekjes daar nog vol mee staan. Terwijl dat verhaal van Charles Darwin, dat is allang weerlegd. Niet door bijbelgelovende christenen die met Genesis 1 op tafel komen meppen. Nee, door biologen. Want er is onderzoek gedaan naar evolutie. En ontstaan. Naar genezen, zoals het heet. En er is zoveel aan de hand dat duidelijk is dat het verhaal van Darwin, wat niets meer zegt dan dat alles toevallig is. Nou, er zijn dingen geconstateerd en die kunnen niet verklaard worden met het begrip toeval. Dat kan niet. En dat staat vast. Dat is in de jaren 30, jaren 40 van de vorige eeuw was dat uh, was de hele, het hele verhaal van Charles Darwin was een gesloten boek. Dus een cultuur, cultuur historisch leuk van er was eens een man en die heette Charles Darwin en die schreef een boek en uh, dat staat helemaal vol met onzin. Maar jarenlang hebben mensen daar. Oh, 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 Nou, inmiddels 80 jaar geleden ongeveer. Nou, zo'n beetje. 80, nou, zeg maar een eeuw geleden, kan je wel zeggen afgerond, 100 jaar geleden, is het hele verhaal van Darwin uh, weggezet uh, in de boekenkast der uh, idiote theorieën die nergens op konden slaan. En toch worden onze kinderen. Op de middelbare school, helemaal volgepropt met Darwin. En hoe kan dat? En nou, er zit de katholieke kerk achter. En dan ga jij zeggen, ja, maar de katholieke kerk is toch van de Bijbel? Nou ja, dan heb je dus uh, niet die andere uitzendingen van mij geluisterd. Heb je, je ook nog nooit verdiept in de katholieke kerk? Want de katholieke kerk is helemaal niet van de Bijbel. Ja, dat je dat even weet. De Katholieke Kerk is anti-Bijbel, anti-christelijk altijd geweest. Er zijn uh, lange periodes geweest, van honderden jaren. Waarbij het in, het in het bezit hebben van een Bijbel. Dat stond gelijk aan een halsmisdrijf. In die zin. Je uh, uh, kreeg de doodstraf. Ja, zo'n grote fan was de katholieke kerk van de inhoud van het boek de Bijbel. Want als ze merkten dat jij er een in huis had, dan... Uh, nou, je mocht blij zijn als jij de enige was die op de brandstapel belandde. En een beetje pech ging, je hele gezin ging eraan. En die organisatie zou dan pro-Bijbel zijn? Ja, kom op, jongen... Even met me mee blijven denken, hoor. Ja, nee, natuurlijk niet. En als je dan van vraagt, ja, maar waarom zijn ze dan zo tegen de Bijbel? Nou, dan moet je kijken wat er in de Bijbel staat. Want als jij de Bijbel leest en begrijpt, dan wend jij je af van zoiets als de katholieke kerk. En dan wil dat niet zeggen dat je bommen moet gooien op het Vaticaan. Maar je wendt je ervan af. Je hebt er geen deelgenoot meer aan. Zo is de katholieke kerk. Die heeft zich helemaal bemoeid met het begrip huwelijk. Je mocht pas seks hebben als meneer de priester had gezegd en nu verklaar ik u beide man en vrouw. En dan mocht je gaan wipperen. Maar dat staat helemaal niet in de Bijbel. Van uh, gij dient uh, bij een ceremonie met dit en dat en zus en zo en zo. Uh, 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 een verklaring te halen. En daarna mag de man uh, ingaan in de vrouw. Staat er helemaal niet. Een huwelijk, voor zover je dat in de Bijbel uh, ziet. Dat het vermeld wordt, dan ging het om een feest. Dus een man en een vrouw die kiezen voor elkaar. En die familie van die vrouw hartstikke blij. En de familie van die man hartstikke blij. En dan zouden kinderen gaan komen en iedereen blij. En dan smijt je er wat uh, shekels tegenaan, of ducaten, of zilverlingen. Een kilo zout. En dan ga je feest vieren. Nee, de katholieke kerk heeft er eventjes een heel gedoe van gemaakt. En wat doen ze dan nu? En ja, nu gaan ze homo's, homoseksuele mensen, die gaan ze trouwen. Ja. Laten we nu even op je insinken. Ja? Kijk. In Genesis 2 staat beschreven hoe de verhouding tussen een man en een vrouw dient te zijn. Ja. Dus beide worden geboren uit een vader en een moeder en beide dienen die vader en die moeders, de, de latere grootouders, die dienen ze te verlaten en met z'n tweeën een nieuw gezin te stichten. En zij dienen te worden als één vlees. Dat is, dat is het hele gedoe. Dat staat in Genesis 2. En hoe moet je dat betrekken op, op jou en mij, en op, op mensen die heden vandaag geboren worden? Nou, je moet goed kijken in je omgeving wie er bij jou past. Je moet goed weten of die persoon bij je past. Je moet met die persoon dingen meemaken. Desnoods ga je avonturen opzoeken. En dan weet je op een dag dat je bij elkaar past. Dan biecht je dat aan elkaar op. Dan kijk je elkaar diep in de ogen. En dan heb je het besloten. En dan ga je het vertellen aan je omgeving: dat je voor elkaar gekozen hebt. En you believe me, je gaat niet uit elkaar. Scheiden no-go. Dat is een gruwel. Dus uh, als je elkaar nog niet goed genoeg kent om zeker te kunnen weten dat je niet zal gaan scheiden, dan moet je dus ook niet trouwen. Dan moet je ook niet zeggen tegen de hele omgeving: ja, ik ga het verder met Joris. Ik nee, moet je het gewoon voor je houden. Als mensen naar je vragen. Well, goh, ik zie jou de laatste tijd vaak met Joris. Is het wat tussen jullie? Dat je zegt: Nou, dat weet ik nog niet. Want het is wel een hele stap. Ja, ik was ooit bij de vrijmetselaars. Uh, op een open avond. En er werd mij een intekenformuliertje uh, voorgelegd. Nou, als je daar even uh, je credentialia op schrijft. Dan, uh, dan nemen we je aanvragen in ballotage en dan mag je lid worden. En dan vroeg ik aan die vrijmetselaarjongens jongens: van oké, okay, dat, dat snap ik. En, ik zei, en, en als ik er nou mee op wil houden, hoe, hoe, gaat, het dan, hoe gaat dat dan in zijn werk? Hè? Nou, zei die uh, ja, dat, dat kan niet. Nee, je kan alleen maar lid worden en uh, ja, dat is het dan. En dan ben je lid voor altijd. Waarop ik toen tij, tegen die mensen. nou, uh, dan moet ik er nog even over nadenken. Kijk, zo, zo moet jij erover nadenken. voordat je met iemand serieus mee doorgaat. En ik zal er gelijk bij zeggen. voordat jij zeker weet dat je serieus doorgaat met iemand. dusdanig dat jij kan zeggen. van nou, ik heb gekozen voor Piet of voor Marieke. en dat, dat, is, dat is eens gekozen en nooit meer wat anders. Hè? Dat het heel handig is om voor die tijd, voordat je dat zeker weet, dat je geen seks hebt. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar uh, een beetje ouderwets, maar zo is het dus. En de reden daarvoor is, is dat seks. Uh, dat is in het begin uh, altijd hartstikke leuk. Alles is nieuw, alles is vreemd. Bla bla bla. Ja, maar hoe is de seks na tien jaar? Okay. En daar gaat het om. De kwaliteit van die seks. Nou, die kan je niet uh, uitproberen, die, die kan je niet proeven. Uh, als je elkaar net een jaar kent. Dan kan je niet weten hoe de seks zal zijn als je tien jaar lang uh, lief en leed hebt gedeeld. Dus en voor de rest het huwelijk, ja, dat is een keuze tussen uh, twee individuen, die kiezen daar zelf voor. En dan kun je denken aan trouwen voor de staat. En daarvan zou ik zeggen: niet doen. Wat heb je er aan? Je kan een, een contract maken. voor het geval het toch misgaat. of voor het geval dat een van beiden komt te overlijden. Dat je dan. Als de ene doodgaat, dat die andere alle bezittingen krijgt of iets anders. Hè? Als ze kinderen zijn, dat de helft naar de, de weduwe of wedunaar gaat en de andere helft gaat naar de kinderen of zeg maar wat. Dat kan je zelf regelen, daar heb je de gemeente niet voor nodig. Ik zou niet weten waarom je voor de wet zou willen trouwen. Maar daar hebben we het nu niet over. We hebben het over die katholieke kerk die dan wel eventjes beweert dat hun het huwelijk wel gaan voltrekken. En wat gaan ze nu doen? Ja, gaan ze mensen trouwen van hetzelfde geslacht? Ja, waar ben je dan mee bezig? Kijk, een man en een vrouw die elkaar trouw beloven, vandaar het woord trouwen, dus je belooft elkaar trouw. Kijk, bij een man en een vrouw is dat juist zo belangrijk omdat daar kinderen van kunnen komen. En die kinderen, daarvan wil je als maatschappij dat die opgroeien in een stabiel gezin met een papa en een mama. Of beter gezegd, met een mama, want die is er altijd natuurlijk, maar dat die papa ook in beeld blijft. Dat wil je. Ook. Dus vandaar dat het samengaan van twee mensen eh, met, het, eh, met de kans op kinderen, eh, dat dat een serieuze aangelegenheid is. Terwijl twee mensen die elkaar hebben leren kennen op een of andere houseparty. Of een ander bondfeest en het heel gezellig hebben met elkaar, ja, wat interesseert dat de buren? We maken er wat. En als die mensen dan zeggen: ja, maar wij willen dat onze relatie serieus wordt genomen, dan denk ik: van, ja, uh, wat bedoel je daarmee? Kijk, een man en een vrouw die het hele leven samen door willen gaan brengen. En ze willen dolgraag kinderen en zo. Kijk, dat is een serieuze relatie. Want dat teken je ergens voor. Dat is een woordgrapje. Dat contract hoeft dus niet. Maar, maar dan ga je ergens voor. En dan neem je jij als man, je neemt een meisje mee naar je ouders. En je zegt: Nou, dit is Marieke. En dat wordt jullie schoondochter. Dat wordt de moeder van jullie kleinkinderen, als jullie het goed vinden. En vice versa. Want jij wordt dan de schoonzoon en de vader van de kleinkinderen van de ouders van je vrouw. Kijk, dat is een serieuze aangelegenheid. Dan gaan twee families die worden verbonden. Ik heb bijvoorbeeld een langdurige relatie met Wim Kruidentuin. Maar dat is het dan, hè? We zijn samen op vakantie geweest, we hebben ongelooflijk hoeveelheden whisky weggetankt en uh, wiet gerookt en hasje gepaft. En, uh... Maar uh, dat is het dan ook. Voor de rest helemaal niks. Nee, natuurlijk niet. Het zijn gewoon twee kerels, we kennen elkaar. En waarom moet de samenleving de relatie tussen mij en Wim serieus nemen in de zin van een homohuwelijk? Los van het feit dat uh, Wim heteroseksueel is en ik ook, maar los daarvan. Ja. En de katholieke kerk die gaat het even regelen. Nee, we trouwen ook homos. Ja, dan is het einde zoeken. Dan dan kan je zien dat de katholieke kerk dat het een een organisatie is die inspeelt op Noem het maar de spirituele, ja nee, dat is wel degelijk zo, op de spirituele behoeften van de mens. Met als doel om ja, die werelddominantie te bereiken. Er zit een politieke agenda achter, anders doe je dat niet. Nou, als je nu op internet. Moet je voor de geiners doen, dan doe je dan ga je naar? Uh, is dat dat is gewoon op Google. Die zoekmachine, Google. En dan ga je naar de categorie afbeeldingen. En dan zoek je op plaatjes van uh, Donald Trump, die Amerikaanse president. En dan het woord uh, bisschop of kardinaal. Als je de slim bent, dan kan je dat in één keer zoeken, by the way. Dan kan je zoeken Donald Trump tussen quotejes, en dan N, en, en dan tussen haakjes uh, bischop, en dan or, en dan kardinaal. <laughs> dan maakt het niet uit of die met een bischop of een kardinaal op de foto staat. In beide gevallen zie je de foto. Dan zie je heel veel foto's. Daar zie je de katholieke kerk in actie. Dat is een werkelijke agenda. En die mensen die nou massaal Amerika binnenstromen. een groot deel ook nog een keer komt uit Afrika. Wat doen die in Noord-Amerika? Kan je je ook afvragen. Maar ze komen dan via Mexico. En heel veel mensen komen dus uit Mexico. en uit de rest van Zuid-Amerika. Maar Mexico is meer dan Amerika of zo. Hè? Mexico, Midden-Amerika, Zuid-Amerika. dat stroomt allemaal maar uh, Noord-Amerika binnen. Ja, hun geloofstroming is katholiek. Dat is die politieke agenda. En wat doen ze hier in het Westen en dat doen ze ook in Amerika? Uh, ja, ze ontwrichten onze moraliteit. Met dingen als een homohuwelijk. Kijk, dat er twee mannen zijn. en die, die doen de daad. met elkaar. nou, ik vind dat vies. Ik vind het een vieze. Ja, ik vind het vies. Ik heb één keer. in die tijd. en dan keek ik nog porno. en dan was ik met een vriendin. en. En die is dan zo heel erg into seks, huppeltje pup. En... en die zei, zullen we porno kijken? Mag jij een filmpje doen en dan ik een filmpje? En dan om beurt een filmpje uitzoeken. nou Nou, en zij keek dan ook graag naar uh, homoporno met van die mannen. Nou, zo heb ik dus één keer een film gezien dat uh, mannen het met elkaar deden. verdamme. Ik vind het smerig. Toen ik op de lagere school zat, toen kregen wij seksvoorlichting en maar één keer wat ik me herinner. En toen werd er stilgestaan bij uh, wat seks is. Nou, seks dat is dus iets tussen een man en een vrouw. En dan kan je kinderen van krijgen en dan moet je mee oppassen. En er werden in het kort misschien ook nog wel uitgelegd over zoiets als ongesteldheid en een ijsprong en dat soort dingen. Nou, dat was het dan over seks, natuurlijke seks, gewone seks. En toen was er nog een afsluitend stukje over perversiteiten. En daar leerde ik dan het begrip kennen en dat heet dan, weet het ook weer, dat je het met dingen doet. Wat nou? Fet Fetischisme. Dat je een fetish hebt. Gaat Ik was helemaal verbaasd. Yo. Seks met een stofzuiger. Bij wijze van spreken dan. Hè? En in dat rijtje van perversiteiten werd ook homoseksualiteit genoemd. Dat was pervers. En dat is het ook. En dat mensen dat hebben, ja. Ja, ik heb er verder niks mee te maken. Ik heb er een. Uh, ik heb er alleen maar een persoonlijk oordeel over, namelijk dat ik het vies vind. En ik ben. Ja, ik heb omgegaan met. Mannen die het met elkaar deden. Ik vond ze nog wel aardig eigenlijk. Aardige lui. Nou, een biertje mee gedronken. Nou. Ik heb het nooit gehad met die mannen over hun seksleven. Waarom? Het interesseert me ook helemaal niet. Als iemand dat wil doen, moet hij dat zelf weten. Als iemand naar mijn mening vraagt, dan zeg ik: Nou, het is pervers. Het is niet natuurlijk. Dus het druist in tegen de natuur. Punt. En jij kan zeggen: Ja, het maakt mij niet uit, dat doen we toch. Ja, dan moet je zelf weten. Het is niet Het is niet mijn ding. En de katholieke kerk, die wil die mensen ook op de banken hebben. luisteren naar een of andere preek. of in elk geval dat ze zich laten trouwen en dat ze een huwelijk uitspreken door een priester. Maar dat heeft te maken met een politieke agenda. Het heeft niets te maken met de inhoud van de Bijbel. En de Bijbel, dat is een boek met een hele rijke geschiedenis. En inmiddels ook ja, een behoorlijk oud. En de, de stromingen die het heeft voortgebracht, los van het katholicisme, want ja, dat heeft niks te maken met de Bijbel. Maar denk ik aan het Lutheranisme en het Calvinisme en uh, dan heb je nog Pinkstergemeente en, en zeg het maar. Ja, dat is een zeer levendig gebeuren. En dat houdt voorlopig niet op. Het aantal Bijbels wat er per dag wordt verkocht over de hele wereld is aanzienlijk hoor. Het gaat in de tienduizenden of zo. En dat. Ja. Dat, dat vind ik wel hoopvol. Moet ik zeggen. En het is ook de enige remedie tegen die katholieke onzin. Nee, ik had laatst twee Jehovah's getuigen hier op de bank. En nou is er iets mis met die uh, Bijbel van de Jehova's getuigen. Er, er zitten een paar discrepanties in. Uh, nou, heb ik dan op internet gehoord, hè? Dat als je je goed verdiept in het gedachtegoed van de Jehova's getuigen, dat je dan op dingen stuit. Waarvan je denkt van. Hé? Met maar dan nog, zo diep gingen wij die ochtend niet. En ja dan hadden we het over dingen uit de Bijbel en doordat hun toch ook die Bijbel hebben en ik dan ook, nou, dan heb je heel veel gemeenschappelijke grond. Dat dus schept toch een band. Er zijn zeer veel dingen die je deelt als Christen met moraliteit. En dat, dat is puur waar het om gaat. Het gaat om moraliteit. Dit pik je wel en dat pik je niet. En wij weten dat onze regering tegen ons gelogen heeft over die aanslagen van 11 september. En wij behandelen dat onder de categorie van ja, maar in de politiek moet je wel liegen, want anders kom je nergens. Dus onze politici liegen, want dat hoort erbij. Dus is het niet erg. Dus accepteren we het maar. Als een glijdende schaal. Zorgelijk is dat. En helaas is dat de protestantisme... Uh, wat ooit echt een opstand was tegen Rome, tegen de Katholieke kerk. Uh, wat is er nog van over? Huh? Well, het is er nog wel, het is er nog wel. Dan uh, ga je op internet kijken, dan vind je echt wel voorbeelden daarvan. Maar uh, ja, dat. Um... Ja, dat vlam in de pan verhaal van Maarten Luther die dagen. Nee. En er is het Tweede Vaticaans Concilie geweest. Waarin uh, de kerk, de Katholieke kerk, heeft dan uh, zogenaamd met de hand over de borst gestreken en gezegd van nou, we zijn niet meer boos op die protestanten. Ze mogen er weer bij. En ze hoeven niet katholiek te worden, en ze mogen gewoon protestant blijven en wij zijn niet meer boos. Want we hebben heel veel protestanten gezegd, protestante gemeenten, gemeentes, kerken, hebben gezegd: van, Oh, 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 ja, nee, dan tekenen wij mee. Die hebben meegetekend met het Tweede Vaticaans Concilie. Met, met de universele kerk, die helemaal niet van de Bijbel is. Waar. Uh, waar is dan het protestantisme? En los daarvan, uh, waarom zou je überhaupt naar een kerk gaan? Je hebt toch je Bijbel? Dat is toch genoeg? Oh, nou dan. Jij als mens. Uh, kijk, dat, dat is ook iets dat staat in de Bijbel. Dat jouw relatie met God. Die loopt één op één. Uh, tussen jou en Jezus Christus. Daar heb je geen priester bij nodig. Uh, zo zijn er ook heel veel mensen die denken dat ze. Alleen maar boeddhist kunnen zijn. als ze eerst een tijdje in een boeddhistisch klooster gaan doorbrengen. en dan, ja, dan ben je boeddhist. Nee, dan hebben ze Boeddha niet begrepen. En mensen die denken dat ze een priester nodig hebben. om tot het geloof te komen. die hebben de Bijbel niet begrepen. In de Bijbel staat dat je helemaal geen priester nodig hebt. Maar het is leuk als hij er is, het is leuk als je een bischop hebt. Dat is die titel. Hè. Het is dus leuk als er iemand is die, uh, als de sabbat daar is, uh, ja, terwijl iedereen een kopje thee heeft, uh, een leuk verhaal voorleest uit het Nieuwe Testament. En daar ook wat vragen over weet te beantwoorden. Dat is er altijd leuk. Maar meer niet. Snap je? Want anders wordt zo iemand de baas van het gelovigen. En daar zit echt een groot ding, omdat. Behalve het geloof heb je alleen maar de wetenschap. En de wetenschap die beweert dan in allerlei krantenartikelen en documentaires op tv en in de bioscopen en zo, dat ze op een dag alles zullen weten. Maar wij weten al heel erg lang dat dat moment nooit zal komen. De wetenschap zal niet komen met alle verklaringen. Dus er is een bovenwetenschappelijke verklaring die alle verklaringen bij elkaar brengt. Bovenwetenschappelijk. Metawetenschappelijk, metafysisch. En dat metafysische denken, dat bovenwetenschappelijke denken, dat is niet ieder mens gegeven. En ook wordt er vanuit, noem het maar, Babylon, de katholieke kerk, vanuit de overheersingsgedachte, wordt dat ontmoedigd. En worden onze kinderen dom gehouden. Want wat ik nu vertel, dat zou je vaste stof kunnen maken op het middelbaar onderwijs. Ik kan zo aan dertienjarige kinderen uitleggen hoe het zit, hoor. hoe het metafysische standpunt in elkaar zit. En dat wetenschap, het enige wat je hoeft te doen, dat is punt 1 aan te tonen dat wetenschap niet alwetend is. En dan hoef je ook alleen maar te zeggen dat dat uh, nek is opgeschreven is door deze auteur, die auteur en die auteur en die auteur en die auteur. Dus als je meer wil weten, dan moet je die mensen gaan lezen. Dat is Immanuel Kant, Artis Schopenhauer, Martin Heidegger, uh, Gerardus Heimans. Maar veel mensen zullen dat niet kunnen begrijpen. Nou, en uit het woord van die mensen die ik net noemde, daaruit volgt dat het noodzakelijk is dat een mens zich moreel gedraagt. Iets wat je van een baksteen niet kan verwachten. Maar een mens wel. En het is noodzakelijk zo dat die mens zich moreel gedraagt. En liegen is niet moreel. Punt. Nou, dan kan je nog even doorgaan en dan zeggen van ja, en als je als moreel mens omgaat met immorele mensen, dan delf jij het onderspit. Per definitie. Ja, dus als jij gaat pokeren met iemand en eh, daarbij geldt als regel dat eh, vals spelen, tenzij eh, gesnapt wordt, eh, is het niet verboden. En jij gaat pokeren met als idee van ja, pokeren dat vind ik een kunst op zichzelf en ik speel nooit vals. Ja, wie denk je dat er gaat winnen? Ja, degene die natuurlijk vals speelt. en vindt dat je mag vals spelen. als je maar niet ontdekt wordt. Ja, die wint. Natuurlijk. De immorele mens die, zal, die gaat er met de buit vandoor. En dan is de vraag: hoe gaat de morele mens die oneerlijke wedstrijd winnen? Ja. En dat wordt, eentje, wordt er een voor een andere uitzending. Hoe zal de morele mens gaan winnen? En ik weet het antwoord. En het antwoord staat in de Bijbel. En die. dat, dat de mens. Dat metafysische besef dat hij dat niet heeft. Niet, niet iedereen heeft dat en het wordt ontmoedigd en mensen worden dom gehouden en dat, dat maakt het ook allemaal niet beter en zo. En dat is dan punt 1. Punt 2 is: de Bijbel Dat is makkelijk te begrijpen. Het enige wat je moet doen is: je moet het aannemen. Je moet het, daarbij moet je. Ja, als het ware blindelings geloven. Je moet er blindelings op vertrouwen dat die. Nou, het, is het honderden miljoenen mensen die jou voor zijn gegaan in het accepteren van de Bijbel. En waaronder ik. Dat je op die honderden miljoenen moet vertrouwen. En dat jij moet zeggen: oké, okay, ik neem het aan. Dat wordt jouw weg, jouw pad. En dan zal jij leren, maar dan moet je het eerst de Bijbel aannemen. En dan zal jij leren dat de morele mens, dat die aan het einde van de rit leeft, en dat de immorele mens aan het einde van de rit vergeten zal zijn. Die heeft nooit geleefd. Het is een hele mooie. Ik ga naar de afsluiting toe. Hoor. Maar het is een heel mooi boek geschreven door een Amerikaan en die heet Frank Tipler. Dat is geen makkelijk boek om te lezen. Dat doet een behoorlijke aanslag op je denkvermogen. Ik heb het zelf gelezen tijdens een vakantie op Ibiza. En ja, daar begon ik om. Veel twaalf uur smiddags of zo lag ik aan het strand met mijn vriendin. Onder een parasolletje. Oh, middag, wat is die zondaar? Wow. En dan een uurtje of één, half twee. Dan hadden we de lunch op. En ja, lekker bier drinken. <laughs> en een bier drinken. En ik mag het boek lezen. Nou, daar ben ik wel even mee bezig geweest. Nou, dat boek heet... De Fysica der Onsterfelijkheid. Dat zegt... Hetzelfde. Dat zegt ook dat de morele mens... Die, die zal eeuwig leven. En de immorele mens... Die... Die heeft nooit geleefd en die is niet bekend. Die is vergeten. Snap je? Daarom kan ik ook zeggen dat het christendom het geloof is wat uiteindelijk zal zijn. Omdat al het andere uh, zal niet gekend zijn. En kijk, mensen kijken mensen je zo aan en zeggen: Wat heb je het over? Zeg me niks. Nee, weet ik echt niet hoor. Zeg me helemaal niks. Ik weet het niet. <laughs> Christus zegt dat ook ergens. Hè? Want, want er, er kan een tijd komen dat mensen naar mij komen: van... Uh, oh Heer, in uw naam heb ik dit gedaan, in uw naam heb ik dat gedaan. En de Christus zegt: Nou, en dan kijk ik naar die lui en dan zeg ik: Nou, ik ken je helemaal niet. Ik ken alleen degene. die zachtmoedig waren. Die ken ik. Maar jou ken ik helemaal niet. Uh, kennelijk. heb jij mij. toen ik dorst had. Uh, niet iets te drinken gegeven? En kennelijk heb je mij. toen ik honger had. niet iets te eten aangeboden. Het kan niet anders. Want. Had je dat wel gedaan? En mij is dan eh, alle mensen rondom Christus Jezus die honger hadden en dorst hadden en eh, behoeftig waren. Lalala. Jezus is de man der smarten. Nou, je hebt dus kennelijk voor die groep niks betekend. En je hebt uh, een beetje de bink lopen spelen vanuit mijn naam. In de naam van Jezus Christus, roep ik af. Maar um, uh, uh, Christus zal zeggen, uh, ik ken je niet. Want dat is niet waar het om gaat. Dus ik, ik vertel uh, ruimhartig over de Bijbel... En over de inhoud, en ik vertel je waarom ik geloof dat dat wat daarin staat, dat je dat beter maar kan aannemen, omdat je waarschijnlijk niet in staat bent, even arrogant gesproken, je bent waarschijnlijk niet in staat om de prologomena van Kant te doorgronden. Ja, als je dat wel bent, dan zou ik zeggen, dan nou, moet je de prologomena van Kant gaan kopen. Zo duur is dat ding niet. En dan haal, haal je nog eventjes door en dan pak je wat Schopenhauer erachteraan en zo. En dan heb je wel een, een half metertje behoorlijk zware literatuur achter je kanes. En dan zal jij begrijpen waarom ik zeg... Uh, dat de gemiddelde mens, dat hij maar beter in één keer de Bijbel in kan duiken. Want die weg langs al die wijsneuzen, al die Duitsers ook nog een keer... Uh, dat, is, dat is niet makkelijk... Nou, Frank Tippler is dan een Amerikaan, maar die komt dan tot dezelfde conclusie. Maar zijn fysica er onsterfelijk uit. Hij gaat ook uh, op, op drie kwart van zijn boek, gaat hij zeggen van ja, ik wil even de, 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 de lezer uh, die nu al denkt, uh, mij verdenkt van het feit dat ik zwaar christelijk ben, even uit de droom helpen. Dat ben ik helemaal niet. Alleen, ja, waar ik naartoe werk, ja, het wordt alsmaar christelijker en christelijker. Daar ben ik mij van bewust. Dat zegt Frank Tipler over zijn eigen onderzoek. Zijn eigen vorsing. Met een mooi oud Nederlands woord. Want terwijl Frank Tipler aan het ontdekken is, is hij dat boek aan het schrijven. Het is best een leuk boek hoor: Physics of Immortality Fysica der onsterfelijkheid. Dus voorwaar, ik zeg u: geen dom boek. En heeft niks te maken met de Bijbel, behalve dan dat de boodschap die erin staat, congruent is, gelijkvormig is met de Bijbel. Nou, ik vond het een mooie positieve afsluiting over dat negatieve onderwerp, wat heet de Universele kerk. Die niet wil dat jij de Bijbel leest, die. Uh, mensen van gelijk geslacht gaat lopen trouwen... en dat wil beschouwen als hetzelfde als iets tussen een man en een vrouw... wat het helemaal niet is en wat het ook nooit kan worden. En dat iemand alleen maar seks wil met iemand van hetzelfde geslacht... ja, dat is pervers. Dat is niet natuurlijk. Ja, maar in de natuur komt het ook voor, hoor. Ja, De mensen, ik ga zo dadelijk werken voor, uh, ja, voor mensen met een beperking. Nou, die, die mensen waar ik voor werk, die zijn ja, allemaal zo geboren. En die mensen verdienen respect. En met respect vouw ik de kleren op van die mensen en ik ga eten voor ze koken en... Uh, ik ga het toilet schoonmaken en ik ga de gang dweilen en zo. Uh, die mensen. Uh, uh, ze zijn afwijkend. Uh, ze, mensen horen niet zo geboren te worden. Het hoort wel zo te zijn dat als er mensen zo geboren worden, wat afwijkend is, dat ze met liefde en tijd en aandacht en al die dingen behandeld worden. Met respect. Dat hoort zo te zijn. Maar dat komt niet vanuit een besef dat je die mensen maar gaat beschouwen als normaal, want ze zijn niet normaal. Ze zijn afwijkend. Dat is verder niet erg. Je gaat er namelijk respectvol mee om. Dus is er niks aan de hand. Snap je? Nou, en dan zeg ik nu. Op zijn hamburgers tegen jullie. Tjus en dag lieverds.